Linda Mertens is van opleiding kapster, maar iedereen kent haar als de zangeres van Milk Inc. Of misschien ook wel van de pikante fotoshoots in P-magazine. Linda voelt zich het meest in haar element voor duizenden joelende fans in het Sportpaleis en binnenkort op Werchter. Maar kan ze ook de druk aan van de pokertafel? Clap those hands for Linda, people! Linda is misschien nog wat onwennig aan de pokertafel, maar op het podium is ze een absolute topper. Ik had even als kapster gewerkt, een jaar, en ja, dat sloeg mij totaal niet aan. Reddy draaide er toen nog in zijn vaste club, Illusion, en ik ging daar vrij regelmatig uit. Ik ben er toen op afgegaan en ik had toen gevraagd van, hey, doen jullie regelmatig nog audities voor nieuwe projecten? En hij zei van, oh ja, ja, dat kan wel. Ik zeg, ja, ik zou dan graag wel auditie willen doen, en hij gaf mij zijn nummer. Make some fucking noise! Mijn leven bestaat nu uit hectisch on the road. Ik doe heel veel optredens, ik hou er eigenlijk niet bij. Ik vind dat super om voor zo'n groot publiek te staan. En als je weet dat al die mensen speciaal voor u komen en van begin tot einde alle nummers meezingen, ja, dan sta je gewoon perplex. Pokerkennis was 0,0 dat ik aan het programma meedeed. Maar nu niet voor te zeggen dat ik daar echt een professional in ben. Ik heb nog niet echt een pokerface of hoe dat ze het zeggen. Dus daar moet ik toch nog wel aan werken. Maar ik denk regelmatig pokeren en dan gaat dat wel gaan.